allemaal, vandaag ga ik jullie leren hoe we de Rainbow Drop Bracelet moeten maken. Hij ziet er zo uit. Ik kan hem in verschillende kleuren maken. Maar ik maak hem vandaag in het rood. En ik maak hem in het zwart. En rood. Oké. Je zorgt ervoor dat de loom de middelste rij ongelijk staat en over de andere twee. En de openingen van de pinnen moeten van je afstaan. Nu gaan we de elastiekjes plaatsen. We pakken een enkel elastiekje. In plaats van de midden naar links. Pakken we weer een enkel elastiekje. Plaatsen we van het midden naar rechts. Pakken we weer een enkel elastiek. Wat zwart voor mij is, plaatsen we met enkele elastiekjes. Gaan we met een elastiekje naar voren. Nog een keer naar voren. Nog een keer naar voren. Ik doe dit totdat ik bij de ene laatste rij, pin bedoel ik, van de rij ben aangekomen. Laat het nog één keer zien, daarna ga ik het versnellen. Oké, ik ben nu bij de ene laatste rij, of ene laatste pin van de rij aangekomen. Nu plaatsen van deze pion, plaatsen naar de laatste pion, naar de laatste pin van de middelste rij. En dat doen we eigenlijk precies hetzelfde aan de andere kant. Nu ga ik het filmpje weer voor jullie versnellen. Oké, we zijn nu bij de ene laatste pin van de rij aangekomen. Nu gaan we van deze pin gaan we naar de laatste pin van de middelste rij doen. Oké, nu zitten alle zwarte elastiekjes erop. Nu pak ik twee. Ik pak nu twee rode elastiekjes. En die plaatsen we van deze pion. Van de middelste rij plaatsen we één keertje naar voren. En dat doe ik zo. Laat ik dan nog één keer zien. Dan ga ik het weer versnellen. Dan zetten we het op stop. Oké, ik laat toch nog de laatste twee elastiekjes zien. Zo, en die heb ik er nu ook op gezet. Nu pakken we een enkel zwart elastiekje. En daar gaan we een ketband van maken. Dat kan je of zo doen. Een ketband van vier ringetjes trouwens. Dat kan je of zo doen. Op je haaknaald. Een draaimslag. Zet je hem erop. Draai hem nog een slag. Zet je hem erop. En draai hem nog één slag. En dan heb je vier ringetjes. Die trek je allemaal wijd. Dan draai je loom trouwens nog even om. En dan trek je al die elastiekjes trek je wijd. Die plaats je op dit pinnetje van de middelste rij. Hij zat bij mij niet goed op, dus ik moest hem er even afhalen. Maar het gaat bij jou vast wel goed. Oké, nu gaan we
Ik heb, laat ook nog een andere manier zien hoe het kan. Je zet je elastiekje erop. Zo. Draai hem slag. Zet je hem erop. Draai hem nog een slag. Zet je hem erop. En dan draai je nog een slag. En nu heb je vier ringetjes erop. Nu duwen we al die ringetjes van de capband duwen naar achter. En dan pakken we de twee rode elastiekjes. En die haken we allebei naar voren. Doe even mee, want je gaat dadelijk misschien de mist in. Nu pakken we het bovenste zwarte elastiekje. Die halen we weer door de catband heen. Zetten we er weer op. Zo. En dan pakken we het, die gaan we weer in de catband. Pakken we het laatste zwarte elastiekje. En die plaatsen we naar rechts. Zo. Let nu heel goed op. Hier pakken we alleen de bovenste. Alleen de bovenste pakken we nu. Die haken we naar links toe. Dus het bovenste rode elastiekje. En nu pakken we de onderste laatste rode elastiekje. En die plaatsen we naar de rechterkant. Nu pakken we het zwarte elastiekje en duwen we die twee andere zwarte elastiekjes naar achter. En pakken we het onderste zwarte elastiekje, waar trouwens maar één van is. En die plaatsen we naar de volgende pin. En dat doen we ook aan de andere kant. Nu pakken we weer de bovenste rode en haken we weer naar links. Pakken we weer de onderste en die haken we weer naar rechts. Dit doe je zo de hele tijd door. Ik laat het hierna nog één keer zien en dan zet ik het film op stop. Nu pakken we weer de bovenste rode. Haken we weer naar links. Onderste rode haken we weer naar rechts. En dan weer de zwarte. Zo, ik duw hem even naar beneden. Pak weer aan de andere kant de zwarte en haak hem naar voren. Nu zet ik het filmpje op stop en dan zet jij ook het filmpje zelf op stop. Tot ziens. Oké, ik heb nu deze. Heb ik alvast gehaakt, maar dan moet je ook gewoon het haken net zoals alle andere. Ik hoef alleen nog de twee zwarte te haken. Dan ben ik klaar. Ik hoef nu trouwens ben ik bijna klaar. Ik hoef alleen deze twee zwarte nog naar het midden te haken. Dus dan pakken we deze en haken we naar het middelste pinnetje. Dan doen we precies hetzelfde aan de andere kant. Zo. Nu pakken we een zwart elastiekje, een zwart enkel elastiekje. En dan halen we onze haaknaald door al deze elastiekjes heen. Pakken we mijn enkel zwart elastiekje en trek je de haaknaald naar boven. Het lijkt heel erg op een veiligstellen, maar dat is het niet. Oké, dit laat je er nu op. En nu kunnen we hem eraf halen. Ik zet nu het film op stop. Je ziet nu dat je armband er zo uitziet. Je trekt er een beetje aan, zodat hij wat mooier wordt. Nou, je ziet dat er nu ringetjes zijn, maar als je hem omdoet, dan wordt hij mooier. Nu gaan we hem verlengen. Dat doe je met zwarte elastiekjes. Dat doen we zo. Plaatsen we een enkel zwart elastiekje naar voren. Doen we nog een keer.
nog een keer. Dit zorgt voor, dit is je verlenging. En als je hem minder lang maakt, dan is het, gaat hij ook strakker zitten. Als je hem langer maakt, dan gaat hij wat losser zitten. Ik maak met 6 elastiekjes. Dan pakken we deze 2 ringetjes die je hier op je haaknaald, of die je er zo op je haaknaald hebt. En die zetten we hier zo op het pinnetje aan het, van je verlenging. Dus zo. En als, dus dan heb je nu dit. En nu haken we telkens het onderste elastiekje naar voren. Je hoeft niks naar achter te duwen, het is gewoon vrij simpel. Je haakt gewoon naar voren. Doe je met de volgende ook weer, haak je weer naar voren. En doe je nog een keer. Doe je nog een keer. En de laatste keer. Nu kunnen we de verlenging eraf halen. Je zorgt ervoor dat je deze 2 elastieken nog wel op je haaknaald hebt. Zo, en dan kunnen we eraf halen. Dit is dan je verlenging. Ik pak even een S-clip erbij. Oké, nu heb je dit. Nu zoeken we de 4 ringetjes van je ketband op. Aan de andere kant van je armband. Zo. En die, dan pak ik hier even een andere haaknaald erbij. En die zetten we dan hier zo op. En dan pak ik nog dus de cap en zet je op die 3 of op het pinnetje. Dan pakken we nog een zwart elastiekje. En die zetten we zo op onze haaknaald. En we zorgen er nu voor. Oh, hij gaat er even van af. We zorgen er nu voor dat al deze zwarte elastiekjes op dit elastiekje komt. Dat andere elastiekje wat je aan je vinger hebt, plaatsen we hierop. Oké, nu pakken we een S en C of een O-clip. Nou, ik gebruik een S-clip, die is het makkelijkst. Dan heb ik deze 2 hier op mijn vingers gezet. En plaats een S-clip aan. Dus dan heb je dit. En nu pakken we wat nog wat aan je haaknaald zit. Zetten we ook op onze vingers. Pakken we de andere kant van de S-clip en plaatsen we erop. Zo, nu is je armband klaar. Ik zal hem even omdoen. Hij is klaar. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan deze video. En bedankt voor het kijken. Doei!